Welkom deze middag bij de Wereldboom. De Wereldboom heeft de ambitie om mensen te verenigen. En ik denk dat we vandaag wel in geslaagd zijn. Ik zie veel bekende gezichten en ook minder bekende gezichten. Dat is altijd plezant. Hoe meer mensen het idee van de Wereldboom steunen, hoe groter de kans dat hij inderdaad 1000 jaar oud zal worden. We gaan hier vandaag geen lange toespraak meer doen. Daarvoor is het weer veel te goed. Maar ik wil jullie toch voorstellen aan de eigenaar van het perceel. Raoul Doosen, die het mogelijk maakt om dit hier allemaal te realiseren. En hij gaat kort toelichten wat dat zijn drijfveren zijn. En straks ook Piet Piron aan het woord. De achterkleinzoon, als ik het goed voor heb, van Valerius de Sadeleer. Bekend schilder die hier ruim een eeuw geleden in de Vlaamse Ardennen heel wat schilderijen maakte van het mooie landschap waarvan dan we hier ook kunnen genieten. Als jullie straks even omdraaien, het is wel indrukwekkend wat we hier allemaal zien. Bedankt Hans. Het is voor mij vandaag geen gemakkelijke taak om mijn gevoelens onder woorden te brengen. In die zin, ik ben blij. Echt blij en content. Dat is een stukje mijn levenswerk. Ik ben opgegroeid in Makkenhembos enzovoort. Ik heb ongeveer al 30.000 boompjes geplant bij Derden. En dat bosje heb ik gerealiseerd op basis van Ferrari's kaart. En dat heeft mij in goede en kwade dagen eigenlijk al veel geluk gebracht. En dat geluk, ik zeg altijd, gedeelde vreugd is dubbele vreugd. En dat is het principe dat ik er heb toegepast. En dat wandelpas is eigenlijk een uitdaging om je daar te laten wandelen. En ook de kampeerplaats en te laten genieten van het heerlijke landschap. Het heerlijke landschap die onze vriend Valerius de Sadeleer op doek heeft gezet. Ik heb nog één ding te doen, dat is de mensen bedanken. De mensen van de bosgroep die eigenlijk zeer actief hebben meegewerkt. Mijn vrouw die mij altijd verwijt, uw gezagsel over dat bos, dat gaat nu toch gedaan zijn. Ik hoop het, maar ik ben het niet zeker. Dan nog een paar mensen, buren die geholpen hebben. De mensen van Lava en Grijkoord op hun manier hebben dat gerealiseerd. Bedankt allen daarvoor. En ik ben blij en content vandaag. Ik ga het woord geven aan meneer Piet Piron, achterkleinzoon van de Sadeleer, waar ik grote fan van ben. Zijn kunst is de kleur van het landschap op een doek zetten. En ik ben blij meneer Piet Piron aan het woord te mogen laten. Hartelijk dank meneer Doosen. Hartelijk dank aan de Bosgroep. Hartelijk dank meneer Doosen, omdat je gedacht hebt aan mijn overgrootvader, die ik niet gekend heb, omdat hij geboren is in 1867 en gestorven is in 1981. Ik ben van 1954, u mag het weten. Valerius de Sadeleer was eigenlijk iemand uit het Aalsterse, uit Erenbodegem, en is niet onmiddellijk in deze streek beland. Maar één rode draad is dat Valerius de Sadeleer altijd van de natuur gehouden heeft. Hij moest normaal in het bedrijfje van zijn ouders, maar er waren meer tekeningen in de boekhouding dan cijfers toen hij aan het werk moest. En dan is hij gaan Vlaanderen verkennen via Dendermonde en ook het platte Vlaanderen. Hè. Le plat pays zou ik zeggen, van Brel, waar dat hij zijn eerste leermeester Frans Koertens had. En dat hij is gaan trekken met Klemmeke, zijn vriendin, zijn vrouw, die tot in 1930 met hem samengeleefd heeft. Heel kort, hè, dus is zij dus tot aan de zee gekomen. Daarna is zij in Gent terechtgekomen, waar dat er van alles gebeurde. Er was het begin van het socialisme en Valerius dacht van ik zal maar anarchist worden. Hij liep op zijn blote voeten in Gent. Maar op een bepaald moment was hij dat menselijk gedoe van die drukte beu en is hij in Sint Maartenslatem terechtgekomen met allemaal vrienden van hem. Georges Minne, Gustave van de Woestijn, Karel van de Woestijnen, Binus van de Nabelen. Dus de eerste Lathemse school. En daar was zijn eerste liefde voor de Leienstreek. Tot ze plotseling verhuisd zijn naar Tiegen. En dan is zij voor de eerste keer in contact gekomen met de Vlaamse Ardennen, maar aan de andere kant van de Schelde. Hij was in Tiegen terechtgekomen, waar hij de Vlaamse Ardennen kon zien. En dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit en moeten ze vluchten. En gelukkig werden ze gesteund in Wales door dames die al de kunstenaars wilden steunen. En al zijn vrienden werden gesteund.
En dan kwamen wij terug weer in een landschap, in een heuvellandschap van Wees, met totaal andere bomen. Ik blijf kort. Hoe is zij dan uiteindelijk in Etikoven? Etikoven, dat u daar ziet, de Bossenaarmolen. Hè? Dus aan de andere kant is zij terechtgekomen met zijn dochters. Waarom? De dochters hadden leren weven in Wees. Met de wolindustrie, dus wol, en dus vooral leren weven. En in het Oudenaarse weefde men. En hij wou die traditie doorzetten. En het was interessant voor zijn dochters om daar iets te doen, want zij moesten ook leven. En is hij daar aan de Bossenaar terechtgekomen. En vanaf dat moment was hij omringd door allerlei artiesten die kwamen. Etikoven was een trekkersplaats geworden voor al de kunstenaars van zijn tijd. En daar is zijn grote liefde gekomen voor de Vlaamse Ardennen. Ik weet dat allemaal door het feit dat mijn grootmoeder, ik ben bijna opgevoed geworden door mijn grootmoeder, die in 1904 in Sint-Maartensdatum geboren is, en mij al die verhalen verteld heeft. Dus ik ben ervan doordrongen van al die zaken, maar de zaterdag heb ik zelf niet gekend. Maar mijn grootmoeder heeft een van die artiesten gekend, die ook in Etikoven was terechtgekomen, en dat is Leo. Kunstschilder heeft altijd de landschappen van de Vlaamse Ardennen geschilderd. Dus ik ben bijzonder dankbaar voor meneer Dozen dat hij, als hij dat zich ziet, dat hij gedacht heeft aan mijn overgrootvader, ook aan mijn grootvader, en dat die traditie verder gezet wordt. En het is ook voor mij een